Nu bekend is geworden dat Curaçao zal gaan dienen als internationale hub voor hulpgoederen aan Venezuela, is Fenix was begonnen met het inzamelen van levensmiddelen. Hiervoor zijn verschillende winkels, kerken en supermarkten aangewezen waar je de producten kunt doneren. The idea is to collect every day much as we can. People go with food and then we move that to our house by the end of the day. And then just waiting for the way we are going to send it and how and when. That is something we need to arrange still. Things that people can donate. It's very important. Even if it's cheaper, even if it's small, probably for us it's cheap and small. But for them, for family, it will solve too many problems. Well, we hebben gehoord dat er is ayuda humanitario voor Venezuela nu. En we dachten, waarom zou een supermarkt niet de beste locatie zijn? En we hebben een heleboel mensen van Venezuela in onze community hier op Curaçao. En we zeiden, laten we met een actie starten. We hebben gewoon een kleine display hier gemaakt met bepaalde producten die een klant kan kopen. Als het één klant is met één zakje rijst, dan heb je één rijst al voor Venezuela. En we gaan kijken hoe wij samen met lokale vendors kunnen gaan werken. Om te kijken hoe we andere acties kunnen zetten. Zodat mensen eten kunnen kopen die een beetje nutritional kunnen zijn voor de mensen in Venezuela. Hier hebben we gewoon een pelletje gedaan, want gisteren hebben we de beslissing gemaakt. En we hebben een artikel van 5 producten die lang houdbaar zijn. En de klanten gaan komen en ze kunnen gewoon samen met hun eten kopen. En dan hebben we een klein bakje daar achter de kassa die de klant kan die product zetten. En we hebben geen einddatum. So, elke keer dat het vol wordt en die mensen komen het ophalen, geven we wat we hebben gekregen. En we gaan ook kijken als bedrijf wat we kunnen meehelpen. Om aan producten te geven om naar Venezuela te sturen. Ik ben een goede klant van Esperamos Supermarket. En ik heb van die actie gehoord. Ik ben een goed idee. En ja, ik ga het ook doen voor die mensen van Venezuela. Ze zeggen Nederlands, alle beetje wordt groter. En dat moeten we van die harte doen.